Dag mensen, met Hubert Vreken. Dus we zijn nu in een manoir hier aanwezig. Dus nog een vrij mooi irrigerend huis waar dan nog alles aanwezig is, zowel boven en bepaalde spullen beneden. Dus zeker een duimpje omhoog en kijk, kijk niet meer. Let's go! Waar de kaarskost in steken en nog liggen kerststukken en dan ook nog bepaalde sjalen dan hier liggen. Oh, dan kijk hier, dat is ook steeds een prachtig mooi kader. En dan hier aan de schouw ook weer afgewerkt in het marmer. En dan deze mooie spiegel dat je kan zien. En hier dan ook een kast dat ingebouwd is aan de muur. Ook met een vrij mooie spiegel. En dan ook weer onder jouw papier dat je ziet. En hier heb ik dan gordijnen. Maar wel mooie gordijnen. Zo lijkt koninklijke, ja, koninklijke mensen ziet. En dan hier nog wat kledij. Een soort hemd of een blouse. Hier ook nog allemaal gelijke spullen dan hier liggen. Ook een mooie kader met een mooi kasteel op. En hier aan de muur hangen nog kaders van een jongen. Ook, en kijk daar hoe mooi dat dat is afgewerkt. Wow. Dat is even prachtig. En hier ook, die laatste muur, is ook wel vrij prachtig gedaan. Allemaal met ook afgeborduurd van een speciaal glas. Dus overal kun je het zien dat alle pracht afgewerkt is. Dus nu ben ik hier in de gang. Kan je zien, ook hier weer allemaal afgeborduurd in het marmer. Ook met spiegel ingewerkt, dat is ook vrij prachtig. En ook de omlijsting aan de plafond. Dat was dan de inhang daar, en ik kon zien de deur. Dan hebben we hier ook nog gelijke ruimtes. Zoals ook een soort slaapkamer of een woonruimte. En nog bakken in het goud, dat hier liggen. En hier hebben we dan nog een beeldje. En wat prachtig is. En hier hebben we dan de keuken. Check dat, die keuken, prachtig.
nog bepaalde serviezen op deze keukenblad. En de kast zit nog vol met spullen, glazen, dat je kan zien. En nog een soort van champagnefles dat hier staat. En hier hangt dan gelijke kookboeken. En ook allemaal gelijke tassen en servies. Hier ook nog allemaal soeptassen. Dat is echt wat prachtig. En hier dan allemaal gelukkige hangdoeken dan hier nog liggen. En plastic zakken. Maar check die vloer, hoe prachtig dat die vloer is. Ook wel heel mooi. Maar je ziet, deze locatie staat al een tijdje leeg. Want overal spinnenwebben. En daar hebben we dan ook nog lekker rassollen dan dat je hier kunt zien. Met nog bepaalde kookpatten van de Amerische zee. Dus hier hebben we dan de trap naar boven. Ook wel like, nog een mooie kader hier dat je kunt zien. Hier ook. En ook wel weer prachtig van de trap. Dat je kunt zien van naar boven te komen. Hier dan ook vrij prachtig. En nu gaan we een keer de kamer tonen. En echt nog een prachtige kamer. Kijk, hier nog een oude stereo keten radio. En hier Studio Brussel. Wow, dat was dus van een man die zelf zijn muziek schreef en maakte. Kijk, nog oude cassettes. Kijk, en hier een lijstje dat hij zelf zijn muziek schreef en dan zelf maakte. Nog allemaal pictures. Hierin. Kijk, hier ook. Ook weer pictures. Kun je zien? Allemaal pictures. En oh, check dat hier. Allemaal bekers. Ik heb zelfs een beker van 1991, 92. Dan is er iemand daar zo'n biljart deed. Staat hier gewoon allemaal vol met bekers. Dan zie je nog een oude tv daar aanwezig is. En ook een oude brandkas. Kijk. Zie je ook niet veel meer. Dan hebben we de tweede slaapkamer. Oh, check dat hier. Nee, zie je, die poppen. Dat is wel creepy. Ik heb daar ook allemaal gelijke posters dan op deze kamer hangen. Met nog een tv van Philips. En een recorder van Samsung. Ik ken hier, hoe het dan de posten op, dat je kost nemen in die tijd. Kijk, VTM, 44. En dat praat dan ook wel weer een mooie schoorsteen afwerkend marmer. Maar je ziet, de locatie is enorm achteruit het gaan. En van boven zitten er allemaal barsten al te komen. En wat praat er. Dus hier hebben we dan nog een kamer. Waar dat er een klepje staat. Echt wel mooi. En ook weer allemaal posters. Als overzicht is een liefhebber van bepaalde kastelen of chateaus. Echt wel mooi. Wow, ik en hier zie je het plafond. Het komt allemaal los. Wel een vrij prachtige luister. En hier hebben we dan ook bepaalde kaders. En nog een meer.
ben nu rond op deze mooie, prachtige locatie. Dus Kevin is ook mee. Volg zeker Kevin ook op Facebook. Jeffrey op Instagram. Dus even vind je mijn video goed, doe een duimpje omhoog. Maar altijd reageren in de comments. Hey, subscribe me zeker ook. En zie je op de volgende locatie. Ik zie je later.